Antwerp grijpt Ronsen onmiddellijk naar de keel. Simpson schildert de bal op het hoofd van Van Michem, die met een krachtige kopbal raak treft. Ronsen voetbalt intussen goed mee. Zijn nagel vindt Ruben Nielsson, maar die verkwanselt een unieke kans. Na 25 minuten slaat het noodlot toe. Verjans blijft liggen aan onschuldig duel en de Antwerp-captain wordt afgevoerd. Verjans wellicht oud voor de rest van het seizoen met een liesblessure. Maar Rood-Wit is niet aangeslagen, die Gregorio lanceert. Dong, die gaat gewoon rechtdoor en de Chinees knalt de bal droog in de verste hoek. Antwerp 0-2 voor, de 17e treffer al van Dong, die daarmee de topschutterslijst in tweede aanvoert. Na de rust is het gemis van Verjans voelbaar. Een attente Ristovic houdt voorlopig zijn netten schoon. Voorlopig, want iets later geeft Cissé Ruben Nielsson te veel ruimte voor doel en de Braziliaan brengt Ronsen verdiend weer in de wedstrijd. Eckersley pakt dan een domme gele kaart en mist zo, net als Cissé, de wedstrijd tegen KV Mechelen dit weekend. Het is even bibberen voor Antwerp, maar Dong heeft nog niet al zijn pijlen verschoten. Een rush op rechts, de gemeten voorzet naar Ebanks Blake en de Manchester-spits zet met zijn eerste voor Antwerp de geruststellende 1-3 op het bord. Maar Antwerp laat Ronsen eenvoudig terugkomen. De kleine El Kantjaf mag ongedekt aan de eerste paal binnenkoppen. De grootste kans is nog voor de ingevallen Lukanovic, maar de 2-4 spat uiteen op de paal. Antwerp pakt de 3 punten, maar het was bij momenten sidderen en beven. En vooral dat het uitvallen van Gunter Verjans ons pijn heeft gedaan. Gunter die toch altijd stabiliteit brengt of bracht in de defensie. En we zijn bij momenten, ondanks de 0-2 voorsprong, toch te veel achteruit beginnen kruipen. Ook een aantal jongens die een verdedigende taak in het middenveld niet naar behoren deden. En dan kom je tegen een thuisploeg sowieso altijd in de problemen.